De kruising van de Geldropse weg met de Hugo van der Goeslaan gaat op de schop. Het is de gevaarlijkste kruising van Brabant. Er gebeuren elk jaar 30 ongelukken, waarvan 5 met slachtoffers. Daarom komen er nieuwe verkeerslichten met een andere regeling, zodat er minder auto's tegelijkertijd groen licht krijgen. En er komen ook extra uitvoegstroken voor verkeer dat rechtsaf wil. Daardoor moeten er minder opstoppingen ontstaan. De werkzaamheden beginnen volgende week en duren tot half juli. Er worden in die periode voor het verkeer omleidingen ingesteld.